interessant. Het is altijd leuk om te horen zeg maar, hoe andere mensen aankijken tegen iets waar je zelf al, in mijn geval, 4,5 jaar tegenaan heb gekeken. En dan in deze vorm, maar door dit uit te komen, maar ik ben al veel langer mee bezig, gewoon in dat verschil van jullie, de waarom-vraag, waarom in godsnaam doet iemand dit nou weer? En zoals Sander ook zei, ik dacht op een gegeven moment, viel het mij meer op hoe meer hoeveel mensen dat zeg maar, normaal vonden dat het zo was dan dat met iemand zich dat nog echt afvond. Dus meer zoals ik nog eens vraag, de eerste titel van mijn manuscript was ook naar, maar goed. Dus ik geloof dat mensen naar zijn en goed, maar de rest van de meeste mensen is wat een naar gedrag. Gewoon zit ik daar weer, de rest van de dag vergeet maar. Misschien ook wel leuk, dan word ik wel wat derde in de rij. Heb je iets over Furman Bedden gehoord over mee? Ik ga ook iets over mezelf vertellen. Naast ik gewoon op de maat ben, ben ik ook sinds een paar jaar fellow man, of zo heet meer eigenlijk mijn bedrijfje. Van mezelf, ik ben fellow man. Mijn missie eigenlijk is om het werkbeleven menselijker te maken. Het grootste deel van het werkzaamheid ben ik ook organisatieadviseur. Dan probeer ik datgene waar ik dan met erop hebben, waar de meeste van ons gewoon bijna elke dag in doorbrengen, namelijk organisatie, om dat op een iets natuurlijke manier in te richten. Daarnaast heb ik sinds een tijdje ook ontdekt dat ik leuk vond te schrijven. Dus dat doe ik onder andere door van te maken over mijn blog. En dat houdt me een beetje scherp op alles wat omheen gebeurt. Dat is iets over mij. Maar het is leuk misschien om iets te vertellen over Sam. En Sam is, ik ga een klikkertje aanzetten, is 21-jarige nieuwe geiner die hier vermeld wordt. Ik weet niet of jullie het allemaal kunnen lezen, maar laat ik het vertellen. Sam is het neefje van Kim, mijn vriendin. En Sam die stond afgelopen vrijdagnacht in de snackbar in Utrecht. En werd geconfronteerd met het feit dat een goede bekende van hem om hulp riep, omdat hij werd bedreigd met een mes. En met bedreigd werd gestoken met een mes. En terwijl hij om hulp riep, een hele snackbar leeg liep, want iedereen vraagt wat hij aan mij. Bleef Sam staan, ging tussen de man met het mes en zijn vriend instaan en heeft zelf ook nog een jaar op zijn buik opgelopen. Mensen zich daar nu al zorgen over maken. Het is allemaal oké, ik zou dat meteen naar het ziekenhuis gebracht, niks aan de hand. Maar wat Sam wel heeft gedaan daar, is zich als een held gedragen. Hij heeft letterlijk met gevaar voor eigen leven zichzelf, zeg maar, is ter hulp gekomen van een vriend van hem. Dat is niet Sam zoals ik hem ken. Sam, de laatste keer dat ik hem zag, was op Tesla. Dat was een 80-jarige feestje van de oma van Kim en Sam. En op Tesla, dan neem je over het algemeen een paar dingen mee. Een schoon onderbroek, een beetje tandenborstel ofzo. Zo, dat soort dingen. En Sam nam dat denk ik ook mee, ik heb het niet gecheckt, maar hij had ook een groot computerscherm mee en de Xbox. En hij heeft daar het hele weekend gezeten, met dat ding op tafel neergezet. Hij zit de Xbox zitten terwijl zijn oma een feestje had gegeven van familie en vrienden. En zich vrij, nou, je zou kunnen zeggen, asociaal gedragen. Nou, dat is dezelfde Sam die 21 jaar nieuwe geheimen hier genoemd wordt op RTV Utrecht. En dat vind ik nou het boeiende zeg maar, aan hoe mensen werken. Hoe wij met z'n allen werken. Eén moment zijn we een held, in dit geval echt letterlijk. En ander moment zijn we opeens een asociaal iemand van de jeugd van tegenwoordig. Ja, doe maar aan gamen en niks. Allemaal die verdrietig zie dat iets hadden. Dat is hoe wij bij elkaar zijn. Het boeit me enorm. En vandaar dat elke keer de vraag niet alleen op dit forum, maar alle andere forum naar boven van wat maakt iemand een held en wat maakt iemand een nuftig? In welke situatie zorgt er dan voor dat iemand zich als nuftig gedraagt, of asociaal, of geeft een naam? En wanneer is iemand juist sociaal of gezellig? En misschien zelfs iets heel anders. Die vraag heb ik gesteld, ik ben daar dus een tijdje mee bezig geweest. En voor de mensen die dat verwachten, heb ik nu al één teleurstelling. Ik heb niet één heel simpel antwoord. Ik heb wel een one-liner klaar als je hem hebben, maar dat ga ik je nu niet geven. Want ik heb iets meer tijd gekregen om het verhaal te stellen. Dus ik wil een aantal bouwstenen gebruiken om het verhaal te vertellen. Die wel allemaal met één ding te maken hebben. En dat is wat wat mij betreft een belangrijke man heeft gezegd ooit. Geen gehoor geven aan de menselijke kwaliteit en andere lijkt automatisch naar onmenselijke gedragingen. Dat is een mooie zin, maar wat eigenlijk betekent als je niet ziet dat iemand anders een mens is, dan ga je die persoon ook niet als een mens behandelen. Nou, Zimbardo staat bekend als van het Stanford Prison Experiment. Ik zal er nog iets meer over vertellen. Als mensen die niet kennen, wees gerust, komt zo terug. Maar Zimbardo heeft ook daar een boek over geschreven waarin hij allerlei voorbeelden, echt name voorbeelden van Abu Ghraib, dat is het meest recente wat hij aanhoudt, Abu Ghraib van allerlei, in Irak, waar Amerikaanse soldaten nogal nare dingen deden met Iraakse gevangenen. Hij heeft ook over de Tweede Wereldoorlog, over wat de Hutu's en Tutsi's hebben aangedaan aan de zon. En dat gebeurt allemaal volgens hem, en dat geloof ik ook, als mensen elkaar niet meer gaan zien als andere mensen, dan kun je gewoon van alles met anderen doen.
Het lijkt een vrij zwaar ding, maar zometeen door nu een paar bouwstenen heen gaan, omdat we ook zien dat op hele kleine maniertjes we elkaar ook continu eigenlijk altijd menselijk zijn, waardoor we dus eigenlijk vrij makkelijk ook anderen als die als mensen kunnen veranderen en makkelijker rustig kunnen. En dit helpt je ook, en het helpt om rustig te begrijpen, want als je ziet van hé, hoe zit zo'n rustig eigenlijk in elkaar, dan kun je ook wat meer tot wildheid tegemoet treden. Probeer het elke dag weer. Maar als je zelf held wil worden, is dat anders om te weten hoe jij eigenlijk precies werkt, hoe moet je daar iets mee doen. Goed. Nog een laatste inleiding, misschien voor jullie echt bij die bouwstenen heen gegaan. Dit is hoe we het grootste deel van ons bestaan als mens bij hebben gezeten. In een klein groepje met mensen die je hele leven lang meemaken en goed kent dus, rondtrekkend op zoek naar voedsel. En dat is eigenlijk redelijk gelijkwaardig, geen managers, geen koning, gewoon een groepje gelijkgestemd die elkaar eigenlijk een hele leven lang kennen. We hebben goed om je achterhoofd te houden dat we eigenlijk hier vandaan komen. Dat we zoals we hier bij elkaar zitten met alle mensen, een paar keer hebben we dat gezien, maar de rest nooit. Dat is voor mensen best raar. Dat moet je even beseffen, denk ik, om in het begin. Goed. Nummer 1. Ik zei ik ga 7 bouwstenen noemen, maar dit is de eerste. Die is toevallig ook in mijn zoektocht naar een antwoord dat ik eerst over die gestuurd ben. Dat is een econoom, Robert Frank, voor mensen die zijn werk wel lezen, Passions Within Reason, vond ik een erg interessant boek. En hij zegt daarin, als 2 mensen niet efficiënt zouden kunnen werken dan 1, zou het eigenlijk geen zin hebben om het risico te lopen om de laatste te worden door die ander. Klinkt voor de hand liggend, maar het zegt 2 van mij fundamentele dingen. Als er geen nut is om iets met een ander te doen, dan moet je jezelf niet in de valkuil laten stappen dat die ander je kan belazen. Dus op het moment dat je denkt van nou, dit gaat nut hebben, maar aan het einde van de rit heb jij heel veel tijd gestopt en anders had het winst verloren, dan heb je eigenlijk al je tijd voor niks erin gestopt. Klinkt voor de hand liggend, maar als je nadenkt over deze mensen, dus eigenlijk gewoon de mens, dan is het een heel fundamenteel ding. Want een mens heeft zijn hele leven dus in 1 groep moeten leven. Dat was niet zomaar. Dus in je eentje op de savanne was je waarschijnlijk, nou, laat ik het zo zeggen, evolutie werkt zo op het moment dat je iets doet wat niet functioneel is in de omgeving, dan red je die. Dus de mensen die dachten, weet je, ik ga het in mijn eentje redden, die zijn inmiddels uitgestorven. Ze hebben ontdekt, het heeft nut om met iemand anders iets te gaan doen. Daarom is het van, het geeft je veiligheid, het geeft je voedsel en het geeft je ook wat meer kans op een partner. Dus je moet maar de 3 V's, voedsel, veiligheid en vermenigvuldiging. Dus het heeft nut. En als je met die mensen een tijd lang samenleeft, moet je ook op een gegeven moment gaan vertrouwen. Als je continu met iemand samenwerken bent, die zorgt voor de vuilen wegblijven, de dieren wegblijven, dat je voedsel haalt, maar elke keer weer degene die het leven gaat overblijft, dan zorg je wel dat je met een ander groepje op gaat trekken. En aan de andere kant, als jij continu degene bent die voor de anderen, zeg maar, die bij de anderen al het goed wegtrekt, dan gaan ze op een gegeven moment jou op z'n vallen besturen en zeggen, even maar lekker in eentje. Dus, zo hebben wij leren werken eigenlijk. Komt u kijken, heeft het zin om iemand samen te werken, of vertrouwt het aan? Zin, vertrouwt het aan. Goed, dat was nummer 1. Nummer 2. Dit ben ik nog iets minder aan had. En ik heb vorig jaar ergens op een hogeschool in Breda een onderzoek of experimentje mogen doen met een paar honderd internationale studenten. Ik heb de zaal in 2 gedeeld met een lid en gezegd, jullie aan mijn linkerhand zijn A, jullie aan de rechterhand zijn B. Vervolgens zal ik een stemkastje, ik zeg weer even aangeven, je stemkastje, dat is technisch verder niks. Gewoon meteen vergeten. Daarna heb ik in 8 rondes telkens 1 persoon op laten staan, willekeurig, dus die student zelf niet. En de andere punten laten geven. Ik heb gezegd, degene die aan het einde van die 8 rondes de meeste punten heeft, wint de consumptiebonnen voor het feest vanavond. Het was eerstejaars internationale studenten, waarvoor het eerst in Nederland hadden die avond een feestje. Ze kennen elkaar ook allemaal niet. Ik heb 3 keer raden wat er gebeurde. Wie het weet mag ik nu zeggen. Ja, zeg het. Ja, iedereen van A koos iedereen van A. Ja, nou, je hebt bij deze bewezen dat je een mens bent. Want dat is inderdaad wat wij op een of andere manier doen. Op basis van iets heel simpels, als je zit toevallig in dezelfde plek. Dus allerlei onbekenden die jij ook, ik noem je nou A en noem je nou B. Heb je meer punten gegeven aan A dan aan B. Klinkt als een heel voor de hand liggend ding, maar het is een fundamenteel iets dat ook elke andere uitslag kunnen zijn. Want dit was inderdaad de uitslag. A gaf meer aan op aan studenten die opstonden in A en B gaf meer aan studenten die opstonden in vak B. Dus op basis van hele simpele hints, identificeren we ons met anderen en gaan we die anderen meer gunnen, gaan we opeens sociaal doen. Dus op basis van die hints gaan we überhaupt, beslissen we ergens in ons hoofd of we überhaupt sociaal willen zijn tegen anderen. Dus identificatie met anderen, belangrijk ding. Nummer 3. Wie deze kent, hoeft dat nu niet te zeggen, maar dit is een vrij klassiek experiment van Solden
een groep met 8 mensen in een ruimte had zitten en elke keer vroeg, liet dit soort dingen zien en zei welke van deze 3 lijnen is hetzelfde als die. En de truc was dat 7 van de 8 mensen waren handlangers van de experimentleider en hij zelf en eentje was maar een proefpersoon. En elke keer, in 18 ronden, werd er 12 keer gaf iedereen het goede antwoord, ging prima. Alleen in 6 van de 18 ronden gaven de handlangers het verkeerde antwoord. Wat gebeurde er? 70% van de gevallen gaf iemand, de proefpersoon, 1 of meerdere keren het foute antwoord dat de groep ook gaf. Maar voor de mensen die het kennen, denk ik, ja, dat wist ik al. Voor mensen die het kennen, dacht ik, ja, dat ligt voor de hand. Wat interessant was zelf, vind ik, dat sommige mensen achteraf zeiden, van, ja, ik begon aan mezelf te twijfelen, ik dacht dat echt de groep gelijk had. Tijdlang is gedacht, dat zijn waarschijnlijk allemaal laffe mensen die door toegeven dat ze gewoon eigenlijk voor goed stuk zijn gezicht. Maar later, zo'n 10 jaar geleden, heeft ene Gregory Burns op basis van dit experiment een nieuw experiment gedaan met ruimtelijke figuren. En MRI-scans erbij. Iets ingewikkelder, iets meer van deze tijd. En wat bleek, hetzelfde experiment verder trouwens, wat bleek, de perceptie van de figuren van de mensen, de proefpersonen, veranderde daadwerkelijk als de rest van de groep het foute antwoord gaf. Dus ze gingen echt denken dat ze het fout hadden. Of eigenlijk, ze zagen eerst dat ze het fout hadden. Ze dachten meteen wat de groep zegt is goed. Dus ze kregen geen innerlijke strijd of zo van, oh jee, de groep zegt dit en ik wil dat eigenlijk zeggen. Nee, het was gewoon in hun hoofd klopte wat de groep zei. Dus wat zegt dit? Als je belangrijk wordt, of nee, niet belangrijk, je bent een heel kort in de groep. Als je in een groep zit, ga je doen wat, ga je echt denken wat de groep denkt. Dus nou, denk bijvoorbeeld aan bepaalde culturen, of het nou een land, de cultuur in een land is, of een cultuur in. Nou, noem maar wat, een bank waar je normaal zit, dus je moet veel geld verdienen. Dan denk je niet dat de rest van de wereld gelijk heeft, maar dan is de rest van de wereld gek. Want ja, zo werkt de wereld toch, hebben we in elkaar gezet. Goed, dus je past je aan de groep, hoe simpel die groep ook in elkaar zit. Nummer 4. Ja, hier kan ik heel veel over vertellen en heel weinig. Ik hou even bij de laatste. Het is namelijk zo, anonimiteit maakt je minder verantwoordelijk. Het interessante vind ik dat er nooit echt onderzoek naar is gedaan waarom dat zo is, maar het is nou helemaal zo. Als je, of nou echt een balkje voor je ogen is, of je naam veranderd is in een cijfer, of je in een onderdeel bent van een massa, je gaat je dan opeens gewoon minder verantwoordelijk gedragen. En dat betekent dat je sommige dingen die je zou moeten doen niet doet, of dat sommige dingen die je eigenlijk niet zou moeten doen juist meer doet, je gaat je in ieder geval minder verantwoordelijk gedragen. Het spijt me, maar dat is zo. Dit noemde ik net ook al, het Stanford Prison Experiment van Philip Zimbardo, die van de quote van het. Wat had de beste man gedaan? Hij had iets meer dan 20 mensen, 20 studenten, geselecteerd op basis van hun normaalheid. En vervolgens hebben ze verdeeld in een groep met gevangenen en een groep met bewakers. Hij was geplanteerd om te kijken van wat gaat het nou eigenlijk opleveren aan de gevangenen. Wat gebeurde er? Hij stopte een recept aan en neer omdat het uit de hand liep. De gevangenen werden apathisch, sommigen zijn eerder gewoon bijna afgevoerd omdat ze echt gek werden. En, de bewaarders werden gewoon echt, zodat je bullen pakken of lufters of zo'n woord wil gebruiken. In ieder geval een hele hoop uit het experiment halen, daar heeft hij dus ook een heel dik boek over geschreven. Maar het belangrijkste wat ik zelf ook uithaal is, dus het is de situatie die bepaalt wat je doet, welk deel je van jezelf laat zien. Dus waren normale jongens, waren allemaal vriendelijke jongens over het algemeen, en toch lieten ze al die bewaarders dit kant op zichzelf zien die ze helemaal niet over was. Dus als je even denkt aan onze Sam, in één situatie is hij een held. In een andere situatie laat hij iets heel anders van zichzelf zien. Dus het is echt de situatie die bepaalt wat je van jezelf laat zien. Dit is nummer 6. Even kijken, wie mag ik vragen? Hier al, toevallig. Ja. Hoeveel is 2 keer 2? Hoeveel is 123 keer 456? Ja. Ik zeg het niet. 123 keer 456. Hij zit in de buurt, 56.088. Maar heel knap dat je je best hebt gedaan. Wat hier aan de gang was, is dat toen je vroeg hoeveel streken 2 ging jouw systeem 1 aan de gang, dat is alles waar automatische dingen zijn opgeslagen in je hersenen. Dus dat is zeg maar waar je al die rijtjes in je hoofd zijn gestapt. 123 keer 456, dat is waar gaat systeem 2 aan de slag, dat is alles waar bewuste aandacht voor nodig is. En ik hoop niet dat je weer de tafel van 123, die tot en met 456 ging, hebt gecontroleerd. Waarom is het belangrijk om te weten? En trouwens, ik heb jou niet uitgekomen, maar ik denk dat iedereen ongeveer hetzelfde had gereageerd. Misschien dat de meeste mensen tot nu toe zeggen, niemand eigenlijk, oké, waarom nooit gedaan? Dat vond ik wel belangrijk.
een grapje. Wat dan gebeurt, en uiteindelijk deden we het ook, als systeem 2 het niet weet, hebben we al bewust aan toe gaat, dan geeft hij hem eigenlijk terug aan systeem 1. En die heeft altijd wel een antwoord klaar. Zo'n 50.000 dingen ongeveer. En hoe komt dat? Waarom werken onze hersenen zo? Waarom hebben we een deel automatisch werken, een deel dat heel bewust aandacht nodig heeft? Dat heeft veel te maken met het feit dat we moeten overleven en ook de opbouw van onze hersenen. Dus het eerste zin, je zou het ook zo kunnen zien, money. Is dat misschien hetzelfde slogan en fasting? Ja, ik heb het ook gestolen van Daniel Kahneman, die dat boek heeft geschreven, en hij komt ook vast en zo. Ja. Nee, het is, alles is gewoon nog niet bij elkaar gedaan. Ja, dat is bijzonder. Ja, nee, dat is klopt inderdaad. Het zit al goed ergens in de. Ik moest even naar. Daar verstond. Maar waar het meest van belang is voor waar ik het over heb, is dat dit deel van onze hersenen gaat dus over overleven, het beperken van verlies. Naast dat onze hersenen, dat deel van onze hersenen ook hele basale dingen zitten, als ademhalen en onze hartslag, gaat ook vooral over overleven. Dit deel gaat over meer kansen zien. Dit gaat over verlies beperken, over kansen zien. En bewust aandacht, goed nadenken, daar heb je tijd voor nodig. Toen wij bezig waren met overleven, of als we bezig zijn met overleven, gaan we niet even een groepje nadenken over wat zullen we met elkaar doen. Als het iemand sabeltandtijd op je afstormt, zeg je niet even jongens, even naar elkaar. Even kijken, gaan we rennen, gaan we stil blijven staan, gaan we verstoppen. En dan ga je gewoon rennen met je donker. En dat gebeurt ook in het klein, in ons hoofd, op het moment dat we onbekende mensen tegenkomen. Want denk even terug aan een van de vorige punten waar we over hadden. Dus een groepje wordt bepaald op basis van hele simpele kenmerken. Als je niet identificeren met een ander, gebeurt precies tegenovergesteld. Dan denk je, ik ken deze persoon niet. Ik ga er niet altijd maar over nadenken. Dat kost me namelijk te veel energie. Hè? Of met iemand in gesprek gaan. Of echt even zoeken naar iets wat je gemeenschappelijk hebt met elkaar. En dan denk je, waarom? Gaat systeem 1 zeggen, onbekend weg hier. Dus onze drang om te overleven zorgt in heel veel situaties dat we gaan niet over dingen nadenken waar we misschien achteraf denken van, goh, misschien hadden we toch iets vriendelijker kunnen zijn. Of misschien toch wat beter persoon kunnen leren kennen. Dus als je eigenlijk eerder leiden door al die vaarstellers hierboven, dan door je gezonde verstand. Tot slot, wij zijn geboren zelf als leiders. Een van mijn favoriete experimenten die dat aantoont is eentje van de heren Nisbet en Wilson. Die hadden 3 sets panties neergelegd in het warenhuis en aan voorbijgangers gevraagd welke van deze 3 vindt u het mooiste. En ten eerste, iedereen gaf altijd een antwoord. Iedereen koos altijd een van die 3 panties. De grap was alleen, het waren alle 3 dezelfde panties. En wat gebeurde er toen men dat aan de proefpersoon had doorgaf en meneer werd meteen de panty uitgekozen als het mooiste. Maar het zijn alle 3 dezelfde. In de meeste gevallen geloven mensen dat ze zeggen, hé, maar volgens mij moet je kijken. Deze heeft een ander stikseltje in hier, dat de die zien er maar uit. Dus wat gebeurt er in de meeste gevallen als mensen geconfronteerd worden met dat zij het fout hebben, dan gaan ze niet hun beeld van zichzelf aanpassen. Ze zeggen niet zo, ben ik dom geweest. Ze zeggen nee, dan gaan ze hun beeld van de werkelijkheid aanpassen. Dus dat in een interessante term die ik in de eerste theorie tijdens mijn studie leerde, heet dat cognitieve dissonantiereductie. Dus als je iets tegenkomt wat niet past bij het beeld van jezelf, ga je niet jezelf aanpassen het beeld ervan, maar het beeld van de werkelijkheid. Goed, alles even op een rijtje. Als je mens bent, dan ga je dus pas met iemand samenwerken, ga je iets met iemand doen, ga je überhaupt een gesprek met iemand aangezet, lust van inzien en die ander vertrouwt. Kleine hints gaan dan bepalen of je wel of niet geïnteresseerd met een ander en dat feit maakt of je überhaupt sociaal wil zijn. Je past je aan in de groep. Hangt niet uit hoe minimaal die groep is, of is het dus. Of het nou is omdat je toevallig in de ruimte zit met andere groep personen, denk je. Of dat je in dit geval in de ruimte zit met andere mensen die je verhaal op moeten horen, denk je. Ja. Je past je aan wat daar op dat moment speelt. Je gedraagt je onverantwoordelijk als je al niet bent. Je laat de situatie bepalen, dat wil je voor jezelf laten zien. En dit vind ik de laatste twee vind ik zelf interessant. Je had eerder met dit soort dingen leiden dan door je gezonde verstand. Het zou zijn nu eenmaal geprogrammeerd. Denk aan die mensen daar die een groepje moesten overleven op de Savannah enzovoort. En natuurlijk, jij bent beter dan andere mensen. Jij laat je niet lijken door dit soort dingen. Dus nu denk je misschien, oké, interessant. Maar wat heeft dat te maken met de vraag waarom je rustig bent en waarom je held bent? Dan ga ik zo meteen graag het gesprek al gaan, maar een paar voorbeelden nemen. Ook zeg maar één ding.
Dit is ook even belangrijk om te weten voordat we gaan naar de volgende. Onthoud even, de situatie bepaalt welk deel je van jezelf laat zien. Als we het even in het grotere perspectief zien, dan denk ik dat zoals deze mensen erbij zaten, dat doen we al, dat doen we al 2,4 miljoen jaar. Dus 2,4 miljoen jaar leven we zo samen, zijn we gewend in de groepen met mensen die bla bla bla, en dat we ons hele leven kennen, onze best voor. Ik kan het denk ik niet tekenen, maar daarvan zijn we 10.000 jaar begonnen met landbouw, er zijn steden uitgekomen en vervolgens zijn in die steden allerlei technieken gaan ontwikkelen, fabrieken enzovoort. Dus van die 2,4 miljoen jaar zijn we 10.000 jaar anders gaan leven dan zo. Dat is, ik heb het uitgerekend, 0,4% van het totaal dat we bestaan als soort. Wat zegt dat met andere woorden? 99,6% van onze voorouders leefde totaal anders dan wij. Dus pas een heel klein deel van onze evolutionaire geschiedenis leeft in deze omgeving. En als je dan dus weet dat de situatie bepaalt hoe je je gedraagt, welk deel je van jezelf het ziet, je luchtig, je kan het zien of je handkap, of je het sociaal wil noemen, of vriendelijk, of... dan heeft dat impact. En dan helemaal als je ziet hoe erg onze situatie is veranderd. Neem bijvoorbeeld hutjes op de hei, of hutje over de Kalverstraat. Alle mensen die je nog nooit eerder hebt gezien, die allemaal waarschijnlijk hetzelfde willen als jij, ook als een concurrenten van je, die je niet kent, op zijn minst, en dat is nog heel knap, negeer je. Ik heb een hond, en wordt heel vaak tegen mij gezegd, dat honden elkaar prima kunnen ontmoeten als ze elkaar tegenkomen op straat, maar dat kunnen honden helemaal niet, en mensen kunnen dat eigenlijk ook niet, want die krijgen meteen een ruzie met elkaar. Ander voorbeeld, hutjes of een hei. Of in grote corporate gebouwen met duizenden medewerkers die in afdelingen werken, die functies hebben, die afhankelijk worden op hun persoonlijke prestaties. Als je dan weer denkt aan gelijkwaardig, ik heb elkaar hele leven met altijd hetzelfde goed in, dan krijg je een hele moeilijke situatie in je hoofd. Dus nogmaals, het is heel knap dat het ons lukt, omdat het onder voeding blijft. Of, één laatste, dit versus, we zitten met z'n allen in auto's tussen mensen die we niet kennen. Maar waarschijnlijk zien we die mensen niet eens als mens. We hebben nog zelf anoniem, we zitten in een stuk blik. We hebben die anonimiteit komt, of verantwoordelijkheid komt, automatisch op de hoek zetten. Die andere mensen zien niet als mensen, je hebt geen identificatie met hem. Tenzij ze dezelfde auto hebben als jij. Dan nog eens zijn ze ik merk bij mezelf, ik heb een zwarte Amerikaan. Als ik zwarte Amerikaans bij ze rijden, heb ik toch het idee dat ik persoon aardig vind. Helemaal nergens. Maar zo gaat het wel. En tot slot, mensen die gelijkaardig zijn, worden ingezet op basis van wat ze goed kunnen, naar iedereen is bijzonder, jij bent geweldig. De ultieme zelfbeschrijvingsmachine wordt hier ingezet. Dus al die dingen die op een andere van toepassing zijn, zijn niet op jou van toepassing. Jij bent echt. Jij kan het echt. Dus in zo'n maatschappij leven we terwijl we daar vandaan komen al die tijd. Goed. Dus eigenlijk alleen, als we hier vandaan komen, is het niet gek dat we middelvingers krijgen. Dus je hebt een met iemand omdat hij zijn handen op een stoel heeft gelegd. Dat mensen elkaar in het afwezen aanspreken, dat mensen voordringen, noemen we dan wel. Ik wil niet hoeven afsluiten, dus laat ik het even dan afsluiten met hoe draait het om. Ik heb het voor zo makkelijk gemaakt, omdat ik ook echt gewoon met zijn werk gedaan. Als je een held wil zijn, draai het dan om. We beginnen bij de laatste, en die heeft opgedraaid. Ben je al bewust van het feit dat je laat leiden door die vuistregels? Denk niet dat jij het doorhebt, dat jij degene bent die onschetbaar is, maar zorg ervoor dat je het snapt wat er met je gebeurt. Leer jezelf goed gewoon staan. Programmeer je systeem één zo dat je zelf niet moet vragen nemen om vriendelijk te doen. Zoals punt 3.7, komen we natuurlijk 5. Beschouw een situatie voordat je erin stapt. Dus in plaats van dat je meteen denkt van leuk feestje of hé, hier gebeurt wat, ik ga ertussen staan of moet mijn trein aan, dus ik ga tussen die rij staan. Kijk even wat er gebeurt. En ga dan pas op zoek. Je ziet er gebeuren hier niet goede dingen, kun je misschien zelf niet op iets anders doen. In plaats van dat je direct onderdeel wordt van de situatie. Je vermijdt de anonimiteit en je zorgt dat je zelf niet anoniem bent. Dus je maakt jezelf goed herkenbaar. Op het moment dat je iemand voor een call zet aan de telefoon, dan maak eerst een praatje, iemand simpele dingen. En vooral zorg je dat je niet in situaties terechtkomt waar anonimiteit heerst. Ik ben zelf een groot fan van heel veel dingen van in de muur doen. Als ik een buurman heb die goed kan tuinieren, ga ik niet een tuinier of een bedrijf in de muur, maar vaak een buurman om iets leuks te maken. Zoek altijd naar kleine hints, dus ook al heb je een heel kort gesprek met iemand of heb je een
vergadering met mensen. Ik vind zelf ook heel boeiend dat de vergadering instapt in totaal onbekenden die meteen van alles denken ter zake. Ik heb nog nooit ontdekt dat daar een goed gesprek wat staan, een goed resultaat voor. Dus toch dat je altijd even iets gemeenschappelijk hebt. Dan weet je gewoon dat het vanzelf eraan beter gaat. Gaan we de glimlach tegen de stroming? Dat vind ik voor langzaam moeilijker. En voor als je ziet dat de stroming niet goed is, dan zie je dat stond net ergens een plaatje tussen van dringend bij de trein. Ik kwam binnen in de trein toegekomen, kwam daar een mooi voorbeeld tegen. Het was helaas, want ik heb het toch ook afgemaakt, want het was vanzelf een zijn, maar het was van mezelf een voorbeeld. Er ging namelijk toch wat, er stapten toch wat mensen in, terwijl nog mensen uit moesten stappen. En ik heb ooit weer meegemaakt dat een vriend van mij riep: hey, vind ik zo irritant dit! Dat vonden al die mensen die in de stap heel irritant, dus die negeren hem volledig. Maar ik dacht, ik blijf gewoon eens staan. Ik zag iedereen vanwege overstap iemand in, ga ik ook in stap. Ik dacht, ik blijf gewoon even staan. En je zag andere mensen niet, ik blijf staan. Dus zij bleven ook staan. Dus je kunt tegen de stap ingaan zonder je stem te hebben. Je kunt ook gewoon het voorbeeldgedrag geven. Oké. Zo kan het ook. En mensen die zien dat waarschijnlijk wel. Dus als maar één persoon niet meer in die massa hetzelfde doet, verandert de wereld niet. En tot slot, erg Covey, als je Stephen Covey hebt, ken ik niet. Denk win-win. Dus denk niet van, het heeft geen nut om met iemand samen te werken. Zoek altijd, dat lukt vaak als je hiermee begonnen bent, naar iets wat je gemeenschappelijk hebt, wat je samen wilt bereiken. En ga ook gewoon uit van de goede bedoelingen van de ander. Ik bedoel, ik heb een mooi voorbeeld vind ik zelf. Ik heb een tijdje in Oostenrijk gewoond en ik leende daar een auto van iemand. Ik zei, waar zijn de sleutels van de auto? Ik zei, ik zit in de auto, die heb ik al 12 jaar niet uitgehaald. Sindsdien denk ik elke keer aan die auto en denk ik, weet je hoe vaak gebeurt het dat er echt iets gejat is van mij, iemand een belazerd heeft. Over het algemeen hebben mensen gewoon goed bedoeling. Dus kun je daar nog vragen. Ik heb een paar voorbeelden, maar ik denk dat het gewoon niet wel. Doe dit.